Vaders en moeders, jongens en meisjes, opa's en oma's, tantes en ooms, buurman en buurvrouwen, geef hem een hartelijk applaus. Hier is die de Haagse Mandelboei. Hallo allemaal, een hele goede avond bij de Haagse Blonneboer. Ja, en nou zijn we wel live. We hadden even een klein beetje opstartproblemen met een andere computer, maar je ziet, het komt altijd goed. Nou weet ik niet of het geluid en beeld goed is, want verleden week hadden we natuurlijk een beetje stotterend geluid. Dus laat even weten of het nu beter is. Nou kan ik er toch niet zoveel aan doen, want het is meestal met YouTube te maken. Maar in ieder geval hoop ik dat het geluid nu beter is. Even kijken, niet best. Wat is niet best? Bedoel jij het geluid, Miranda? Oké, nee, geluid is goed, geluid en beeld is goed. Mooi, goed om te weten. Want vorige week hadden we natuurlijk wat probleempjes. Dus het is natuurlijk de 120ste uitzending alweer sinds de coronapandemie. Van vorig jaar, toen we begonnen zijn met de workshops, eigenlijk gewoon omdat we niks meer mochten. Dus ja, 120 is best wel veel. En ik had zoiets van, ja, dan wil ik toch wel iets speciaals doen. Dus ik had, deze had ik op het internet gevonden. En ja, ik vind hem wel heel cool. Het is een beetje bewerkelijk. Dus ook voor, hoe heet dat, van Joa zag ik erbij. En Annelies, ik moet even wennen, even al de nieuwe namen. Maar maak je niet druk als je deze niet mee kan doen. Kijk gewoon eventjes naar de uitleg die ik dat doe. Daar kan je altijd sowieso wat van leren. En er staan genoeg simpele figuren allemaal op de YouTube-filmpjes. En volgende week ga ik bijvoorbeeld weer een simpeler figuurtje doen. Dus ik probeer altijd iedere keer voor iedereen wat leuks te doen. Maar deze vond ik zo cool. En ik had zoiets van, ja, we moeten gewoon eens even kijken of we zo'n groot figuurtje met z'n allen kunnen maken. En dan natuurlijk nog iets. Niet vergeten, wat heel leuk gaat worden natuurlijk volgende week. We hebben het natuurlijk al een paar keer gedaan. De bingo! Jawel, de Haagse Blonneboer bingo. Volgende week zaterdag. Als je het weer leuk vindt om mee te doen, kijk even op Facebook. Dan kunnen wij jou eventjes alles doorsturen. Nou, de meesten die weten het al, die hier in de chat zitten, die hebben zich al opgegeven. Maar volgende week zaterdag om 7 uur gaan we weer beginnen met een waanzinnige bingo. Met leuke prijzen. Degenen die het meegemaakt hebben, die weten precies dat het helemaal leuk is. En ik geloof dat we het nou voor de vierde keer al gaan doen. Dus ja, het is echt, het was weer tijd. Dus ja, mocht je op willen geven, geef even een berichtje op de Facebookpagina van de Haagse Blonneboer. Of mail me eventjes, dat mag ook. Gewoon info@haagseblonneboer.nl. En dan sturen we je gewoon alle informatie toe voor de bingo. Nou, tot zo de bingo eventjes. En gebeurt zoveel in de chat, dus ik zit gelijk even mee te lezen, want dat vind ik wel leuk, want dan kan ik een beetje reageren af en toe. Even kijken hoor, Isabel, ik snap nog steeds niet hoe je moet aanmelden. Isabel, heel makkelijk, of je stuurt even een berichtje naar mij toe via de mail, dus gewoon info@haagseblonneboer.nl. Of de Haagse Blonneboer. Sorry, ja, dat zeg ik zelf. Ja, ik kreeg eventjes een linkje van in mijn oor. Nee, het is info@dehaagseblonneboer.nl. En anders zet het eventjes in de chat. En je mag ook naar mijn Facebookpagina. Want op mijn Facebookpagina staat ook al een aantal keren uitgelegd voor de bingo. Dus mocht je er nog niet uitkomen, Isabel, gewoon vragen. Maar zo kan je je opgeven voor de bingo. Dus ik zit gelijk even mee te gluren. Oh ja, ja, nou, hij staat er al op. Helemaal mooi. Nou, waar we naartoe voor komen is de workshop. Nou, voor deze Sonic hebben we een zwarte ballon, een witte ballon, twee blauwe en een blush. Heb je die kleuren nou niet, pak dan gewoon andere kleuren. Hè? Want dat maakt ook, dat heb ik al vaker gezegd, dat maakt in principe ook niet uit. Het is maar net wat voor kleuren je hebt. Heb je geen blauw, dan pak je gewoon van mij op het geel of groen. Het is meer voor de techniek. Kijk, Sonic is natuurlijk deze kleuren. Maar om hem te maken kan je ook andere kleuren gebruiken. Nou, waar je mee begint, dat is eigenlijk dus, we beginnen met dit gedeelte. Ja, dus met zijn gezicht. Nou, je blaast de ballon op. Als je een dubbelwerkende pomp hebt, 3 keer. En anders zorg je ervoor, kijk, dan doe ik het zo,
ongeveer 5 vingers wat je over moet houden. Nou, waar je mee begint is met deze. Je maakt 3 loops. Dus je krijgt de eerste loop. En ik ga het een beetje rustig aandoen, omdat het natuurlijk best wel een pittig figuur is. Ook voor mezelf, want ik heb hem vandaag even heel snel instaan leren. Dus het kan zijn dat ik zelf ook even af en toe de weg kwijt ben. Maar dat maakt niet uit, dat maakt het alleen maar gezellig. Maak de loops niet te groot. Dus zo, zie je? Dit is de eerste loop. Dan maak je de tweede loop. Maak ze wel hetzelfde. Of probeer ze in ieder geval hetzelfde te krijgen, zie je? Dan krijg je 2. En nummer 3. Dus dit krijg je. In totaal krijg je 3 van deze loops. Ja? Het zou net een bloem kunnen zijn. Als je er 2 blaadjes bij doet, heb je een bloem. Maar voor nu is het geen bloem. Het is nu gewoon voor Sonic. Oké. Dan pak je de blauwe ballon. En de blauwe ballon blaas je ook 1, 2, 3. En nog eentje extra. Oh. Bij mij loopt hij een beetje leeg. Dus blaas er gewoon nog een beetje bij. Zo. Zie je? Die koppel je hier aan vast. Dus die zet je hier tussenin. Ja, zo zit die vast. Want dan is het vast. Dat wordt dus de bovenkant van de Sonic. Ja, daar gaan we. Dan doe je dit. Dus een beetje knijpen. En zo. Je maakt een worstje. Daarboven doe je weer een loop. Ja? Hé, hey Hans. We hebben het in ieder geval nog, Hans. We gaan geen Pikachu maken natuurlijk, hè. Maar dat snap jij al. We krijgen een tweede. Daarnaast. Zo. Ja. Dus je krijgt dit. Ja. Dus gewoon een stukje worst en 2 loopjes. En dan ga je hetzelfde gedeelte ga je weer naar beneden. Dus zorg dat hij hetzelfde blijft. En die zet je vast tussen de loops. Ja. Dus je krijgt hem tussen de loops. En ook voor de beginnelingen of degene die net kijken of wat dan ook. Laat de ballon altijd zijn werk doen. Hè? Dus nooit zelf pushen. Altijd gewoon de ballon zijn werk laten doen. Dat is het beste. Nou, je ziet nu. Kijk, als ik hem zo doe. Dan zie je al dat we een beetje een gedeelte van de bovenkant hebben. Nou, nu gaan we naar beneden. Je doet dit. Zo. Iets groter als dit, zie je. Hij wordt iets langer. En je mag het zelf bepalen. Want als je zegt van nou, ik wil hem zo lang hebben. Mag ook. Maar kijk altijd uit dat je met de ballon een beetje uitkomt. Dan krijg je een tussenstukje. Zo. Zie je? En je gaat weer terug. Dus deze gaat weer terug naar het middengedeelte, noem ik het nu maar even. Naar de loopjes. En let op dat ze ook allemaal een beetje hetzelfde zijn. Die draai je hier ook weer tussendoor. Zo. En dan kort zo uit. Ja, kijk. Je ziet het. Ik heb de blauwe en de blush. En dan doe je dit. Nou, voordat we hiermee verder gaan, want deze komen zo meteen hier samen. Pak je de witte ballon. En de witte ballon, die heeft eigenlijk maar 2 slagen nodig. Meer niet. Want meer heb je ook niet nodig. En die gaan we hier maken, want van de witte ballon gaan we de voetjes maken, zie je? Dit gedeelte. Nou, we beginnen met een pinstwist. Voor degene die dat nog niet weten, met de pinstwist. Het is een kwestie van oefenen. En de pinstwist staat ook op mijn YouTube-kanaal. Ik kan het allemaal terugvinden. En ik kan het allemaal leren. Oké, deze. De pinstwist.
zetten we hier tussenin. Ja? Dus bij dit gedeelte. Hier komt hij ertussen. Kijk. Zo. Zie je? Kwestie van vastzetten. En dan wordt ze... wordt zijn handje. Dus maak hem niet te groot. We gaan weer een loopje maken. We zijn gek vanavond op loopjes. Dus een loop. En draaien. Je ziet wat er gebeurt. Die draai ik er gewoon omheen. Zo. Ja? Dus maak die niet te groot. Even kijken of het een beetje uit het licht moet. Even kijken hoor. Zo. Ja. Maar we hebben hier een tussenstukje. Dan maak je hetzelfde gedeelte ook met het wit. Dus dit wordt allebei hetzelfde. Hij moet naar de andere kant. Dan maak je ook weer een pinch twist. Kijk. Zo. Ja, je weet waar die bloemen kan halen. Ja. Het is zo hard gewerkt dat je bloemen verdwenen zijn. Nou, je hebt hem nou vastgezet aan de andere kant. En dan krijg je dezelfde. Krijg je ook aan deze kant. Zo. Ik ben altijd een beetje aan het knijpen. Om te kijken van, oké, hoe ziet hij eruit? Ziet hij er hetzelfde uit? En dan rol je hem eigenlijk om de pinch twist heen. Zo. En dan heb je ze allebei. Zie je? Nou, dit lange gedeelte... haal je gewoon weg. En ik doe het natuurlijk met mijn hand, hè, maar gewoon een schaartje gebruiken. Dan komt het vanzelf goed. Zo. Ja. En als je dit hebt, dan gaat dit naar beneden. Zo. Ja. En die komt hieronder. Hieronder doe je het samen. Zo. Ja. Oh, ik moet even Daphne lezen. Oh, je bent even gestopt bij de voetjes. Vertel, Daphne. Want dan wacht ik even. Je bent gestopt bij de voetjes. Want waarvoor ben jij gestopt bij de voetjes? Oké, ik draai hem even los. Dat is wel handig. Ik laat het even hier zien. Dan kan je beter zien hoe het zit. We hadden dit gedeelte. Zo. Ja, dus die 1, 2, 3. En dan zet je dus met die pinch twist. Zet je hem dus bij de eerste vast. Met een loopje. Ja. Dan ga je over naar de andere kant. Daar maak je ook weer een pinch twist. En een loopje. Ben je eruit, Daphne? En de rest? anders laat ik het eventjes met een andere ballon zien. Laat me even weten of je eruit bent. Anders dan doe ik het nog een keer even met een andere ballon. Om het duidelijker te maken. Bijna. Heel goed. Nou, als Daphne die komt daar vanzelf ook... bij terecht nu. Als je namelijk dus die voetjes hebt, zoals je nu hebt, dan gaat deze ballon, die gaat hier naartoe. En deze ballon, die gaat hier naartoe. En die pak je eigenlijk zo. Zo onder de voetjes. Nou, ik denk dat de ik hoop dat Daphne erbij is nu. Dat niet dat gelukt is. Hier draai je hem onder vast. Zo. Ja. Dus het moet er nou een beetje zo uitzien, Daphne. Ja. Daphne is heel druk bezig, want... normaal dan reageert ze heel snel in de chat. Maar ze is heel druk aan het vouwen. Oké. Nou, dit hebben we. Dus de lichaam en de achterkant.
Nou, weet je, uit je hoofd. Ik heb hem ook 3 of 4 keer moeten maken, hoor, voordat ik het systeem voor mezelf ook in mijn hoofd had zitten. Maar ja, ik moet jullie het natuurlijk wel goed uitleggen, hè? Dat is wel de bedoeling. Ja. Nou, als we dat hebben, dit stuk, wat je hier over hebt, dat gaat naar boven toe. Ja, naar boven en dat zet je hier vast. Dus eigenlijk krijg ik deze nog een keer. Zo. En dit stuk haal ik gewoon weg. Even weer even in de vorm zetten. Zorg in ieder geval ervoor, als je met zo'n figuur bezig bent, dat geldt voor alle grote figuren, dat je altijd weer even, als je klaar bent, want je bent natuurlijk aan het rommelen, dan gaat alles alle kanten op, maar dat je even alles weer in de goede lijn zet. Even kijken hoor, ik kijk terug voor de andere voet. Nu verder maken. Ik wil hem eventjes nog een keer uitleggen. Wacht even, dat is niet zo heel moeilijk. Ik leg het even op een makkelijkere manier uit. Dan snap jij wat ik bedoel. Dus ook voor de anderen is dat even makkelijk. Kijk, we hadden er net. Dit is dus het lichaam, hè. Ik ga eventjes dit doen. Dan kan ik het ook wat makkelijker laten zien. Zo. Ik zet er even een pinstwist in. Dan blijf je even zitten. Zo. Kijk, dit is die onderkant, hè. Dit zo. Ik leg hem even weg. Nou, voor die voetjes. Dan is het even wat duidelijker voor jullie ook. Kijk, je maakt die pinstwist. Zo. Hop. En in principe gaat die pinstwist. Wacht even. Ja, zo, aan deze kant. Dus die gaat hier tussendoor. Ja. Even kijken zo. Hier gaat die tussendoor. Ja, dan zit die vast. Dan maak je dat kleine loopje. Zo. Kijk, dan heb je dat ene handje heb je al. Ja. Nou ga je over. Met dit ga je een bolletje maken. Zo. En dat bolletje wordt net zo groot als dit bolletje. Ja. Dan maak ik weer een pinstwist achter. Zo. Dus pinstwist. En die pinstwist, die gaat hier weer tussen. Dus, kijk eens, hè. Die gaat hier tussenin. Dus laat ik even zo meteen weer zien. Zo. Kijk. Zie je, nou krijg je dit. Dus hij zit hier nou vast met die pinstwist. En nou krijg je dus weer een loopje. Zo. Nou, dit kan eraf. Kijk, nou heb je hier, zo, kijk, om het duidelijk te maken, ik zal dit even naar boven zetten. Zie je, je hebt hier dus die blauwe loopt in principe door, maar die witte loopt ook door. Dus je hebt die witte erboven, even kijken, zo, pinstwistjes, met die pinstwistjes zet je ze natuurlijk vast. Kijk, en dan gaat het er op een gegeven moment, gaat het er, dan moet je deze recht zetten, maar dan gaat het er dus zo uitzien. Dus wat krijg je dan? Dit effect, zie je? Dus wat je hier ziet, kijk, zo, zie je? Dat zit dus aan deze kant, zit dat dus eigenlijk nu hierachter verborgen. Nou, ik hoop dat dat even wat duidelijker is voor jullie. Nou, je hebt deze nou over, tenminste over, deze steek ik nog uit, zie je? Nou, nou ben ik nog vergeten om erbij te zetten, dat zie je zelf ook natuurlijk. Ik had nog een rode ballon nodig, want we krijgen de rode voetjes. Dus de voeten die hieronder zitten. Zo. En die gaat hier naartoe. Ik maak eerst even een pinstwist. Zo. En dit pinstwistje. Die zet je hier weer vast. Ja. Zo. Dan krijg je hier een loop. Dus, dit worden zijn voeten, dus die mogen best wel wat groter zijn. Ja.
Ja, inderdaad, Davy. De ene is, dit zijn de handjes en dit worden de voeten. Dus je krijgt nu dit. En je krijgt nog een voet erbij. Zo. Die kan weg. En die kan ook weg. Deze knoop ik even aan elkaar, dat zou nu weg kunnen. Dat ze hier los gaan, laat ik zo zeggen. En die doe ik eventjes hier achterdoor. Dat ik zeker weet dat het goed vast zit. Nou, je ziet nou dat hij zijn voetjes heeft, ja? Kijk zo. Dus die heb ik dus aan de onderkant heb ik die vastgezet. Ja. Even kijken, wat zei je ook alweer? Uitdaging. Nou, ja. Maar luister, ik had de 120e uitzending, Daphne. Ik denk, dat moeten we een uitdaging. En jullie moeten ook een keer wat anders hebben. We maken natuurlijk best wel hele makkelijke figuren de laatste tijd. En ik denk, nou, jullie zijn al zo ver, dus we gaan nog gewoon een keer deze maken. En makkelijk is, je kan iedere keer terugspoelen. Zo doe ik het zelf. Dat doe ik ook altijd als ik een workshop voorbereid. Ja, dan ben ik gewoon continu bezig. Waar beginnen we mee? Hij heeft een neusje nodig. Want je ziet dat hij hier een neus heeft. Nou, daar kan je scrap voor gebruiken. Voor de nieuwelingen onder ons. Kijk, ik heb altijd een bak met allemaal ballonnetjes die alle kanten eigenlijk afgeknipt zijn. En als je dan van die korte stukken hebt, dan is het altijd makkelijk. Ik kijk of ik er nog eentje heb voor zijn neus. Het is altijd zonde om dat weg te gooien. Nou, als je zo'n kort stukje hebt. Kijk, als je nou voor het neusje, dan knip ik dit er gewoon af. Zo. Op het neusje heb ik natuurlijk maar een heel klein stukje voor nodig. Zo. Kijk. Zijn neus. En die gaat hier tussenin. Ja? Dus die doe je eigenlijk zo. Kijk, en wat ik dan doe, ik trek hem een klein beetje naar me toe. Dus dit doe ik. Kijk, dan krijgt hij een naadje, zie je? En het voordeel van is, dan blijft hij zitten. En dan kan ik dit wegknippen, dat je dat eigenlijk niet ziet. Kijk, zie je? En dan zit, het neusje zit er eigenlijk vast op. Gaat eigenlijk zijn kant op. Nou, de volgende stap zijn zijn ogen. Dus daar heb je dat stukje witte ballon wat je over had. Kan je nu gebruiken voor de ogen. Zo, ook eventjes weer. Zo. Zo. Sorry, ik ga even uit beeld, want mijn Sonic is gezakt. Zo. Dit stuk zet je hier tussen vast. Ja, dus tussen. Tussen. Ja. Draai hem er een paar keer omheen en hij zit vast. Nou breng je Eén gedeelte naar boven, zie je, tot hier. Draaien. En laat de ballon zijn werk doen, ja? Dus laat, kijk. Ik draai eigenlijk alleen maar aan de ballon en die laat ik zijn werk doen. Zo. En die draai ik om zijn oren heen. Nou, dan heb je dus zijn eerste oog, maar ik wil ook weer terug. Dus ik ga weer terug naar dit punt. Zorg dat je dan hetzelfde gedeelte hebt, zie je? Dus ik heb 1, 2. Die gaat hier weer omheen. Dus zo. En die draait om zijn hoofd weer vast. Zie je? Kijk, daar draai ik hem vast om de loop heen. En dat gedeelte kan weg. Alles even op de plek zetten. Nou, zijn ogen hebben ook. Zie je? Dan krijgen we de blauwe ballon. Want waar is die voor? Die is voor het middengedeelte. En dit hele gedeelte. Ja? Nou, je blaast hem ook weer 3 keer op. Zo. Zo. Je begint met die blauwe, begin je ook hier tussenin, bij zijn ogen.
Ja. Ja, dus daar begin je. Leg hem naar boven. En knijp hem een beetje. Kijk, knijp hem een beetje uit. En draai hem om zijn oren heen. Zo. En hij steekt nu aan de achterkant. Nou, dit voorste gedeelte. Dat doe ik hier een beetje naar binnen. Maar hier wil ik hem naar buiten. Kijk, mijn vingers zitten doorheen. Zie je? Dus ik wil hem naar buiten hebben. Zo. Kijk, dan krijg je een beetje die bolle vorm, zie je? Krijg je dit tussen die ogen. Oké. En dan ga je dezelfde loop maken, hierachter. Ga je een tweede loopje. Even kijken, Isabel, een kaart die kost, wat was nou? 3 euro. 3 euro. Maar dan heb je ook 3 kaarten, toch? Ja. Je hebt, Isabel, je hebt 3 kaarten voor 3 rondes. Dus in principe zijn de kaarten 1 euro per stuk. Maar dan kan je met de 3 rondes, kan je met 1 kaart kan je meedoen. Oké, deze. Gaan we jouw loop maken. En die loop die maak je weer net zo groot als de andere. Zo. Zo. Kijk, nou zit die. Hier heb ik er nu 3. En hij zit erachter. Maar wat je nou gaat doen voor dit. Kijk, wat je wilt. Dit, die hanenkant. Zie je? Het is een soort hanenkam die je hier hebt. Waar je mee begint is bolletje. Ja, dus een bolletje. En een loop. Ja, dus zo. Dus, dit is de loop en het bolletje. Dan maak je weer een bolletje. Dus je krijgt dit, zie je? En je maakt weer zo'n loop. Zo. En ik draai hem altijd flink rond. Want dan weet ik ook zeker dat hij blijft zitten. Kijk, zie je? Dus loop, bolletje, loop, bolletje, loop. Nou krijg je er nog één. En als je zegt van nou, ik heb er aan 3 genoeg. Laat je er 3. Ik wil er nog eentje bij, want ik heb nog ballonnen over. Dus maak weer een loop. En dan weer een bolletje. Dus nu heb ik 1, 2, 3, 4 loopjes en de bolletjes ertussen. En dit laatste bolletje zet je hier tussen. Ja? Zet ik hier weer vast. Ik draai hem gewoon weer eromheen. Zo. Die haal ik weg. Nou, moet alles weer even een beetje in vorm zetten. Kijk, je ziet dat je de hanenkam hebt. Zie je? Zo heb je dus het achtergedeelte. Nou is die bijna klaar. Het enige wat je nou kan doen is 2 dingen. Of je maakt de ogen met 2 aparte pinstwistjes. Dat hebben we al eens een keer meer gedaan. Of, als je het heel makkelijk wil hebben, dan denk je gewoon van, nou weet je wat, ik teken het gewoon zelf in. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik ga in ieder geval die ogen even uitleggen, want dan weet je in ieder geval hoe dat werkt. Je hebt maar een klein stukje ballon nodig. Zo. Dit is het enige wat ik opblaas. Maak ik hier een bolletje. Zo. En die knoop ik eigenlijk, zie je? Die leg ik, leg ik hier eigenlijk omheen, zo. En dan leg ik de knoop in. Ja, Daphne, het zijn inderdaad mooiere oogjes, maar er zijn natuurlijk. Ik vond het zelf ook altijd pittig om te maken. En het kan voor sommigen best wel moeilijk zijn om het te maken. Dus daarom heb ik eigenlijk 2 soorten gemaakt dat je ook gewoon een normale, normale pen oogjes kan maken.
Nou Frank, jij stimuleert ze wel hè, om duimpjes te geven. Geweldig. Nou, dit is de eerste. Het eerste oogje. Een heel klein stukje ertussen laten, want dat heb je zo meteen nodig. Nou, dan draai ik hem eigenlijk zo vast. De duimpjes komen ineens tevoorschijn allemaal. Ik zie het zo gebeuren. Dit stukje. En dan maak je hier weer een bolletje. Zo. Ja, dus je hebt er twee. Dan pak ik hem even over. En eigenlijk maak je hier dan... Kijk, wat ik doe... Kijk, ik doe hem hier al omheen. Dan hou ik hem vast. Het is allemaal even oefenen, ook voor jezelf. Dat zijn pittige oogjes, maar als je het eenmaal onder de knie hebt... Kijk, en dan trek ik hem ook weer aan. Ik doe er een dubbele knoop in. Zo. De rest knip ik eraf, want dat wil je namelijk zo meteen niet zien. Oh. Kijk, en deze oogjes die gaan hier eigenlijk achter. Dus achter dat blauw. Zie je? Dus je duwt hem achter dat blauw door. 1 en 2. En zo. En dan heb je de oogjes. Nou, het enige wat je dan nog hoeft te doen is eigenlijk alleen maar een mondje erop te doen. Zo. Dus je kan hem maken met deze oogjes. Je kan hem maken gewoon getekende oogjes. En zo heb je eigenlijk de Sonic, zie je, met zijn hanenkam. Ik zou zeggen, kijk in ieder geval even terug, denk ik. Want voor de meesten is het echt wel een dingetje. En volgende keer gaan we sowieso weer een makkelijke figuur maken. Dus ook voor degenen die allemaal nu pas voor het eerst kwamen kijken. We gaan straks ook weer makkelijkere figuurtjes maken. Maar ik vond het nu wel eens leuk om... ik had hem zelf ook nog nooit gemaakt. Dus ik vind hem zelf ook heel cool. Nou, ik hoop dat het lukt, Daphne. Dus mocht het niet lukken, is niet alleen voor Daphne, maar ook bij de rest. Je mag me altijd even een berichtje sturen hè, van als je ergens niet uitkomt. Want het is een pittige. Maar als je hem eenmaal weet, als je deze eenmaal kan maken. En ik verwacht nu wel foto's als je ze hebt. Hè, dus niet alleen van Daphne, maar ook van de rest. Want het is wel leuk als we heel veel Sonics bij elkaar kunnen zetten op Facebook. Dat, ik zou zeggen, het was een uitdaging. En ik denk dat het nog steeds een uitdaging is. Nou, Daphne, ik laat hem nog even één keer zien. Ja. Dus zo gaan de voetjes. Dat moet lukken. Nou, voor degenen die er nieuw bij zijn. Mocht je ballonnen nodig hebben of pompen. Of degenen die straks laten kijken. Ga gewoon eventjes daarvoor naar de webshop van ballonnen-hondje.nl. Daar kan je alles vinden wat met vouwballonnen, met pompen te maken heeft. Pennen, scharen, nou alles eigenlijk. Wie hebt er nog een stuk op de wiel liggen? Ik mis weer iets, geloof ik. voor de 17e, dus volgende week zaterdag. We hebben dus volgende week zaterdag geen workshop, dit keer. Maar een bingo. En ik denk dat dat ook wel eens leuk is. Is voor mij ook wat leuk, hoef ik niet alles uit te leggen. Kunnen we lekker helemaal uit het dak gaan. Dus mocht je nog niet opgegeven hebben, nou, kijk even terug in de chat. Daar staat ook het, hoe heet dat? De mail. Maar het is gewoon info, apenstaartje, dehaagseballonnenboer.nl. Daar kan je opgeven. En het inschrijven kan tot en met 15 april 8 uur 's avonds. Ja, dus tot 15 april kan je nog inschrijven en dan sluiten we de lijnen, net zoals bij Big Brother, dan zijn de lijnen gesloten. En daarna gaan we zaterdag lekker een feestje bouwen weer, zoals we gewend zijn. En voor nu een heel fijn weekend, geniet ervan. Nou, ga uit je dak met Sonic. Dankjewel voor het kijken. Ook voor degenen die er allemaal nieuw bij waren. Ik hoop jullie weer terug te zien. En heb je vragen of wat dan ook, zet ze of onderaan de video of op Facebook. Voor nu een hele fijne dag. En doei doei! Yeah.